iedereen, wat super leuk dat je weer kijkt op mijn kanaal. Naar aanleiding van mijn make-up stash video heb ik nu een speciale video voor jullie. Zoals velen van jullie hebben gezien, heb ik heel veel MAC lippenstiftjes. En ben ik best wel verslaafd aan MAC lippenstift. Ja, wie niet tegenwoordig. Ik heb mijn top 10 samengesteld en die ga ik jullie in deze video laten zien. Dus waarom zijn het mijn favoriete lippenstiftjes? Welke zijn het eigenlijk? Hoe heten ze? En hoe staan ze bij me? Ben je benieuwd? Blijf vooral kijken. Dan gaan we beginnen met mijn favoriete lippenstift nummer 1. De Ruby Woo. Ik denk dat jullie deze wel kennen. Maar dit is de Riri Woo. Dit is van de Rihanna lijn. En hij is wel hetzelfde als de Ruby Woo. Ik ben hier helemaal gek op en ik draag hem heel graag wanneer ik uitga. En ik heb een hele zwarte outfit aan. Dan met knalrooie lippen. Hij is heel mat. Hij is fantastisch. En hij staat echt op nummer 1 bij mij. Hij is heel erg moeilijk om op te doen. Want je kan niet uitschieten. Want dan is gelijk je hele gezicht rood. Hij is heel vlekkerig. Dus je moet echt binnen de lijntjes tekenen. Wat ik dan ook heel vaak doe. Omdat hij vrij droog is. Doe ik er een primer. Een lip primer onder. Ook van de MAC. De lip primer. Maar nu, om hem even aan jullie te laten zien. Doe ik het zo. Vooral met deze lippenstift heb je kans dat je rood op je tanden krijgt. Dus dan de tip. Pak je vinger in je mond, trek je vinger eruit en dan zul je nooit last hebben van rood op je tanden. Dan gaan we verder met nummer 2. A Girl About Town. Dit is ook een van mijn favorieten. Hij is een beetje diep fuchsia roze. En deze draag ik heel vaak overdag wanneer ik gewoon een casual outfitje heb. Meestal wanneer ik jeans aan heb vind ik het wel mooi met een wit t-shirtje. Dan combineer ik hem met A Girl About Town. Zo, A Girl About Town. Hij is veel minder droog dan de Riri Woo. Hij is veel cremiger. Dus ja, hij verdwijnt ook sneller. Maar goed, je neemt hem altijd mee in je handtas. En dan kun je altijd eventjes bijwerken. Zo, dan gaan we verder met mijn favoriete lippenstift nummer 3. Ik heb het er even afgewoond. Die lippenstift is zo ontzettend goed. Dat het er eigenlijk ook nog best moeilijk van af te poetsen is. Nummer 3. Mijn lievelings. Mijn geweldig, heerlijk, fantastisch lippenstiftje. Waar ik zo lang op heb gewacht, want hij was overal uitverkocht. Maar hij is er weer. Is Faux. Is eigenlijk vals op zijn Frans. En dit is een lippenstiftje. Die is echt voor alledaags. Die kan je altijd dragen. No matter what, no matter when. Hij is voor uitgaan leuk. Hij is voor overdag leuk. Als je helemaal geen make-up op hebt. Geen eyeliner, geen mascara. Gewoon heel naturel. En dan toch de faux op je lippen doet. Zie je er gewoon ontzettend verzorgd uit. En ik vind hem ook bij iedereen mooi. Ik heb een paar vriendinnen. Hi Piep. Hi meisje. Kom eens hier. Nou, mijn meisje wil ook even aandacht. Wil jij aandacht? Geef mama jou geen aandacht. Is mama MAC lippenstiftjes aan het opnemen? Ja. Zeg maar hallo. Zeg maar. Meisje wil ook aandacht. Mama gaat weer verder, ja? Zo. Heel veel meiden die dragen de faux. Ik herken het gewoon meteen. En ik vind hem echt werkelijk waar bij iedereen mooi staan. Wat voor huidskleur je ook hebt. Volle, dunne lippen, het maakt niet uit. De kleur, mijn haar van mijn kap nu in mijn gezicht. Wat voor kleur lippen je zelf ook hebt. De faux is echt altijd mooi. En de faux is ook best wel cremerig. Waardoor die niet droog is. En hij is heel naturel. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien zo. Maar hij is heel erg een beetje nude-achtig. Hij is gewoon heel erg fris, jong en niet te opvallend. Weet je wel, dat hij gewoon too much is, dat heeft hij niet. Hij is gewoon heel erg naturel en dat vind ik dus zo mooi aan de faux. En ja, ik draag hem eigenlijk dagelijks. Het is wel echt mijn, ja, ik heb die andere echt staan op nummer 1 en 2 omdat die heel aanwezig zijn. Dus qua kleurtjes, maar van de nude tinten is faux echt mijn nummer 1. Echt waar. Dus dit is favoriet nummertje 3. Dan gaan we door met mijn favoriete lippenstift nummer 4.
Deze heet Up the M. En dit is een beetje een lavendelkleurtje. En paars is toch wel mijn lievelingskleur. En paarse lippen vind ik niet altijd heel erg mooi. Maar dit is een hele subtiele en een hele mooie lippenstift. Die wel crème-achtig is, dus hij is niet droog. En dit is een lippenstift die ik eigenlijk regelmatig draag. Wel met uitgaan. Wanneer ik gewoon wanneer ik veel kleurtjes draag. Dus wanneer ik dan echt in het zwart ga, dan draag ik echt knalrood. Maar wanneer ik gewoon een jeans heb met een topje met kleurtjes of een jurkje of whatever. Dan doe ik Up the M heel vaak op. Dit is Up the M. Nou, zoals jullie kunnen zien is het een paarse lippenstift. En hij is vrij nat, dus best wel glossy. En ja, dit is wel ook echt een lippenstiftje waar ik altijd heel blij van word. En ik heb hem regelmatig overnieuw gekocht, want dan was hij alweer op. Dus ik draag hem heel veel. Ik ben er heel erg blij mee. En deze vind ik vooral heel erg mooi, toch ook wel voor overdag. Vooral nu de zomer is aangebroken. Hij staat altijd wel heel erg fris. En toch opvallend vanwege het kleurtje. Dus dit is favorite number 4. Dan gaan we verder met nummer 5. Relentlessly Red. Ik heb echt geoefend om dat goed uit te kunnen spreken. Relentlessly Red. Deze had ik op toen ik de Furry Tag heb opgenomen. En heel veel meiden van jullie vroegen, oh my god, wat voor lipstift is dat? De Relentlessly Red. Zo'n moeilijk woord. Mat, heel droog. Hetzelfde spul als de Ruby Woo, de Riri Woo. Dus eerst een primer is mijn tip en dan deze lippenstift. Heel droog, dus als je geen primer gebruikt, gaat hij op een gegeven moment echt in je lijntje zitten. En dat vind ik toch altijd minder mooi. En hij is heel fel en heel aanwezig en ik draag deze alleen in de zomer. Dus dit is echt mijn zomer lievelingslippenstiftje. Dat is hem. Mijn favoriete lippenstift nummer 5. Nou, zoals jullie kunnen zien, oogt hij wat matter dan al mijn andere lippenstiftjes. En dat is dus ook juist de bedoeling. Hij is mat en daardoor blijft hij ook wel veel langer zitten dan de crème lippenstiftjes van MAC. Hij is nude, hij is lichtbruin. Hij is overdag, 's avonds, whenever you want, altijd goed. Ik hou sowieso wel van nude tinten op mijn lippen, maar dan niet te bleek. Want dan vallen mijn lippen echt weg. Dus er moet wel een bruine tint in zitten. En hier zit een goede bruine tint in. En hij is crème. Dus dan smeert hij ook lekker uit. Dus deze heet Spirit. Het is een nude kleur met een bruin tint. Dus eigenlijk vrij naturel. Hij valt eigenlijk helemaal niet op. Maar dat vind ik dus fantastisch. We zijn alweer aangekomen bij nummer 7. En op nummer 7 valt dan toch echt wel de ladybug. Dus de vrouwenmug. Het is een rode tint. Hij lijkt best fel nu. Maar het is... Hij is minder fel dan de Riri Woo. Hij is ook minder droog, want hij is natter. Hij is natter. En dit is ook wel echt one of my favorites. Wanneer je deze aanbrengt op je lippen, mengt hij heel erg mooi met je eigen lipkleur. Waardoor hij niet echt rood wordt, maar transparant. Dus niet hard rood, maar een soort een beetje zacht rood. Dus dit is de Ladybug. En dit is een lippenstift die ik eigenlijk best wel vaak draag. Standaard in mijn tas ligt. En ja, het maakt eigenlijk niet uit wat voor make-up je op hebt. Ik vind dat deze in principe altijd wel kan. Maar heb je kleurtjes boven je ogen, dus echt oranje, groen, paars, whatever. Dan zou ik de Ladybug niet opdoen. Ik zou hem wel echt dragen wanneer je gewoon vrij naturel bent of gewoon een eyeliner en mascara hebt. En niet te veel poespas, want ik vind door die glans dat hij toch altijd wel best wel heftig overkomt.
Dan zijn we alweer aangekomen bij nummer 8. Nummer 8 is de allernieuwste lipstift van MAC. Hij is ook net nieuw in de winkel. En ik heb hem gekocht en jullie hebben dat gezien in mijn vlog. Toen ik met Alfredo in de stad was. En dat is MAHR. M-E-H-R. Hij lijkt een beetje op de Faux, maar hij is toch net iets anders. En tot nu toe heb ik hem al elke dag op. Dus al die andere 9 zijn nog steeds mijn favoriet. Maar ik betrap mezelf erop dat ik deze echt al een week draag. Dus ik ga hem jullie snel laten zien. Hij is mat, maar niet te droog. Dat is top. Dus dit is de MAHR. Hij is vrij nude, vrij naturel. Maar hij heeft toch een beetje een paarse gloed erover. Ik ben helemaal verzot op dit nieuwe lippenstiftje. En ik ben MAC heel erg dankbaar dat ze deze op de markt hebben gebracht. Want toch wel, hij is toch net weer anders dan Faux. Maar hij lijkt er ook wel weer op. Het slaat eigenlijk dus helemaal nergens op. Maar ik ben dan altijd iemand en wil ik ze alle twee. Ik ben er heel blij mee. Ik draag hem al een week, zoals ik net al zei. En ja, hij oogt gewoon altijd heel fresh en clean. En ik heb ook al wat foto's op Instagram gezet waar ik deze lipstift draag. En ook al heel veel vragen van welke lipstift is dat. Tijd voor nummer 9 en 10. En dit zijn mijn donkere kleuren. Daarom doe ik ze ook als laatst. Want anders zou mijn mond echt, zou het echt opgegeven hebben. Want het eraf halen is toch wel echt slecht. Mijn lippen zijn echt super droog nu. Maar goed, ik wil ze toch aan jullie laten zien. De Diva. Heel donkerrood. En de Rebel. Heel donkerpaars. Deze twee zijn fantastisch wanneer je een beetje een harde look wil hebben. Wanneer je een beetje gewoon een stoere, harde look wilt hebben. En dan toch wel bij het uitgaan. Ik draag ze niet overdag. Ik draag ze echt alleen met het uitgaan. Ik doe de Diva even op als eerst. Nummer 9. Ook met deze lippenstift moet je oppassen dat je niet de deur uitgaat zonder je tanden te checken. Dit is de Diva. Nou ja, de naam zegt het al. Het is gewoon echt een Diva lippenstift. Hij is heel aanwezig. Hij is heel erg van Look at Me. En hij valt echt op. En ik vind hem wel altijd een beetje hard maken. Dus daarom draag ik hem dus tijdens het uitgaan en niet overdag. Dus ja, de Diva. En dan zijn we aangekomen bij mijn laatste MAC lippenstift die zwaar tot mijn top 10 behoort. De Rebel. Voel jij je rebels? Denk jij, hey, ik ga even de stad onveilig maken. Dan moet je zeker Rebel opdoen. Hij is donkerpaars. Hij lijkt op zich veel op de Diva, maar de Diva is meer bordeauxrood en deze is meer auberginepaars. Maar toch, ja, ben ik helemaal gek op deze twee kleurtjes. Nogmaals, ik draag ze niet overdag, ik draag ze echt alleen 's avonds. Zo, dat waren ze alweer alle 10. Ja, dat waren mijn favorieten. Ik ben heel benieuwd welke jouw favorieten zijn, dus zet het in de comments neer. Ik ga het lezen. Ik vind het leuk of jullie misschien dezelfde lippenstift hebben als ik. Of dat jullie andere hebben die ik misschien nog helemaal niet ken. Dus dan kunnen jullie mij ook weer tips geven. En ik ben ook eigenlijk reuze benieuwd welke jullie het mooist vonden staan bij mij. En of jullie het met mij eens zijn. Of ik een goede top 10 heb uitgekozen. Nou ja, jeetje, het zit er alweer op. Het gaat toch snel wanneer je zo lekker bezig bent. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En ja, je kent het wel. Abonneer jezelf. Vond je het een leuke video? Thumbs up. En super bedankt weer voor het kijken. En dan zie ik jullie graag weer in mijn volgende video.